naam is Koen Hutten en ik ben gitarist van beroep. Dus ik speel concerten en daarnaast geef ik les bij Kaliber. Ik heb een gitaarduo, daarmee treed ik op hier in Nederland. En speel ik een beetje Spaanse muziek. Toen ben ik begonnen met elektrische gitaar. Toen was ik heel erg van Metallica, dat soort dingen. Maar toen kwam ik een keer op gitaarles en toen hoorde ik de Recuerdos de la Alhambra van Tárrega. En dat vond ik zo mooi dat ik eigenlijk klassiek gitaar wilde doen. Toen heb ik besloten om naar het conservatorium te gaan. Daarvoor moet je auditie doen. Dus daar heb ik 2 jaar heel hard gewerkt om toegelaten te worden. En toen ben ik conservatorium gaan doen. Dat heb ik afgesloten. Ik vind klassieke muziek nog steeds heel erg mooi. En vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar er is meer dan dat. Dus ik probeer niet te veel in hokjes te denken daarin. En ik speel ook andere stijlen. Let erop dat je, als je dit hier speelt, derde vakje, dat je de snaar niet omlaag trekt. Maar wat je dan krijgt, is dat je dit krijgt. Ja, soms willen we dat, soms is dat mooi. Maar niet altijd. Dat is goed. Dat is ook het lastigste. De vierde vinger vond ik zelf ook altijd het lastigst met hammer-ons. Ja? Het is een beetje oefenen en dan komt het wel. Lijkt het je nou ook leuk om gitaar te spelen, dan kan je een proefles aanvragen, is gratis. En dan kunnen we samen de gitaar proberen om te kijken of je het wat vindt.